Op dinsdag 19 april hield Veilig Verkeer Nederland afdeling Zomeren voor de 15e keer het praktische verkeersexamen voor de kinderen van groep 7. De kinderen fietsten een route door Zomeren waarbij hun gedrag in het verkeer werd beoordeeld door controleposten langs de route. Anna-Carina, jij zit in de organisatie. Wat hebben ze vandaag allemaal gedaan bij het fietsexamen? Ja, vandaag doen wij praktisch verkeersexamen voor groep 7 vooral. Vandaag komen de kinderen eerst met de klas hierheen gefietst naar de Ruchten. Daarna worden de fietsen gekeurd, ze krijgen eerst de hesjes aan en ze worden op nummer gezet. En daarna gaan ze route door Zomeren fietsen en overal langs die route zitten ouders, 2 en 2. En die beoordelen of kinderen wel hun armen uitsteken of dat ze wel kijken naar het verkeer. Of ze niet op de stoep fietsen, of ze zich aan de regels houden. En als ze niet te veel fouten maken, dan krijgen ze donderdag de diploma-uitreiking. En hebben ze van tevoren ook al een theorie-examen moeten doen? Ja, ze hebben op 7 april hebben ze een theoretisch verkeersexamen gedaan. Dat is best pittig om te doen. En van de 20 vragen moeten ze er daar 13 van goed hebben. En als ze zakken voor het theorie-examen, mogen ze dan ook niet op praktijk-examen of wel? In principe niet, maar dan hebben ze nog wel een kans voor een herkansing. En die herkansing die hebben ze dan nu al gehad. Tussendoor hebben ze natuurlijk wel weer extra moeten oefenen om het dan wel te kunnen. En hoeveel voorbereiding zit er aan zo'n soort fietsexamen? Aan de praktijk bedoelt u? Ja. Wij beginnen om meestal in januari. Dan beginnen we al met de scholen te vragen hoeveel leerlingen hebben jullie. De namen willen we al doorhebben. Met lijsten beginnen we al. De route die kijken we nog eens een keer als alles goed is. Ja, en daarna... Ja, dus er gaan een aantal vergaderingen aan vooraf. En wat doen jullie vandaag nog meer zoal? Nou ja, als ze de route gefietst hebben, dan komen ze hier. Dan krijgen ze ranja en chips. Dan mogen ze even gaan zitten en dan gaan ze weer terug naar school. Als dadelijk alle scholen aan de beurt zijn geweest, er zijn 8 scholen. Als die weg zijn, dan gaan wij ook opruimen. Maar wij gaan ook vooral als alle lijsten hier komen vragen. We hebben ze en de ouders die langs de route gezeten hebben of ze bijzonderheden gezien hebben. Die hebben zij ook opgeschreven als het goed is. Dan gaan wij de lijsten nakijken. En dan hopen we dat iedereen geslaagd is. Maar afgelopen jaren weten wij van het kan gebeuren dat er toch een leerling zakt. Doordat hij zijn hand niet uitgestoken heeft of zo. Ja. En mag je dan mogen de kinderen hiervoor dan ook nog een keer naar herkansing doen? In principe mag dat wel, dan is dat volgend jaar. Maar we hebben ooit leerlingen die al in groep 8 zitten of die vanaf groep 7 naar het voortgezet gaan. Ja, dan is er die kans helaas niet meer. Julia en Else, wat hebben jullie vandaag gedaan? Nou, we moesten helemaal een route fietsen. En kijken of wij wel goed in fietsen. En waar zijn jullie allemaal langs gefietst? Bijna langs de Diamant en IJsselon en de Jumbo. En vonden jullie het moeilijk? Ja, het viel wel mee, maar het is wel echt heel erg spannend. Ja, ik vond het niet moeilijk, maar ik ben wel 1 keer mijn hand vergeten uit te steken. Ja, ik ook. Denken jullie wel dat jullie geslaagd zijn? Ik hoop van wel. Ja, ik ook. En jullie hadden ook al een theorie-examen moeten doen op school. Hoe was dat verlopen? Bij iedereen uit onze klas was geslaagd. Dus dat was wel leuk. En vonden jullie die ook moeilijk? Nee, niet echt. Ja, nee. Ja. Janne en Floor, jullie hebben net het fietsexamen gedaan. Hoe was dat verlopen? Op zich wel goed. Ja, ook wel goed. Maar ik denk dat ik wel een foutje heb gemaakt. En wat was dat foutje? Dat weet ik ook niet, maar ik denk het wel, tenminste. Hebben jullie wel voor elke weg je hand uitgestoken? Volgens mij wel. Weet niet zeker. Nee. Vonden jullie het moeilijk? Viel al mee, was het niet zo. Ja, het viel al eigenlijk mee, ja. En het theorie-examen op school? Oh, dat was best wel makkelijk. Ja, dat was niet zo moeilijk. Maar jullie denken wel dat jullie zijn geslaagd? Ja, denk het wel. Nou, vonden jullie het leuk om te fietsen? Leuk als leren. En jij? Ja, ook wel leuker als leren. Ilke, Janne en Nilles, jullie zijn net teruggekomen van het examen. Hoe was het gegaan? Goed. En wat heb je allemaal moeten doen? We moesten goed opletten of er auto's aankwamen. En dat we de handen moesten uitsteken. En, nog meer of niet? We moesten ook
kijken of er bossen stonden, of we dus goed fietsten. En ja. En wat vond je het moeilijkste? Bij het kruispunt, bij het wijngebouw daar, want er kwamen heel veel auto's aan. Dus moesten we best wel lang wachten totdat we goed over konden steken. En wat vond jij het makkelijkste? Nee, ik vond het makkelijkste om hier natuurlijk terug te fietsen, maar het makkelijkste vond ik dat ene stukje waarvan je naar voren moest en dan zo en dan weer meteen de bocht weer. En vond je het ook leuk om te doen? Ja. Wat vond je er leuk? Nou, omdat het niet heel moeilijk was en je kon ook fietsen. Dus vind ik wel leuk. En het theorie-examen op school, was het ook goed verlopen bij je? Ja, wel, ik had het maar net gehaald. Ik mocht 7 vragen fout en ik had er ook 7 fouten. Was het wel moeilijk, het theorie-examen? Ja, het was wel een beetje moeilijk, want ik had ook 7 fouten. Okay. Maar voor de rest was het makkelijk. Okay.